De wereld is in de ban van het coronavirus. Bij de behandeling van de ernstig zieken zijn medicijnen hard nodig. Middelen die nodig zijn om een patiënt te beademen, bijvoorbeeld. Denk aan sedativa, denk aan spierverslappers. Maar de meeste grondstoffen voor onze medicijnen komen uit China, waar maandenlang de productie stil lag. We zien nu op een aantal producten tekort ontstaan door de coronacrisis. Zoals antibiotica, pijnstillers, middelen die gebruikt worden bij palliatieve sedatie. Dit zijn niet alleen coronamedicijnen, maar ook medicijnen die u in het dagelijks leven nodig heeft. Wat zijn de gevolgen van die tekorten? Maar kan het dan ook zijn dat er dus mensen sterven doordat er geen medicijnen meer zijn? Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Een jaar geleden spraken we met toenmalig minister Bruins. We vroegen hem wat er gebeurt als er een pandemie uitbreekt. Wie weet, gooit China dan wel de grenzen dicht? Hebben wij geen antibiotica? Ja, nou, dat is een analyse die ik u horen zeggen. Die zou ik eigenlijk zelf wel willen maken samen met andere landen in Europa. Wat heeft de minister hier het afgelopen jaar aan gedaan? Zembla onderzoekt de beschikbaarheid van onze geneesmiddelen in tijden van crisis. In dit magazijn liggen ongeveer 16.000 verschillende geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen voor alle indicaties. Dus voor hoge bloeddruk, voor huidaandoeningen, voor psychische problemen, voor alles. En jullie leveren dat aan de apothekers? Wij leveren dat aan de apotheken in Nederland. Mosadex is één van de medicijngroothandels in Nederland. Elke dag worden 2000 apotheken en 300 ziekenhuizen vanuit verschillende groothandels bevoorraad. Tenminste, als de pillen voorradig zijn. We zijn nu volop bezig om die verhoogde vraag natuurlijk weer aan te zuiveren met onze bestellingen. Maar dat leidt ook wel tot tekorten. Want voor die producten waardoor de coronacrisis een versterkte vraag is geweest. Luchtweginfecties. Bijvoorbeeld. Bepaalde pijnstillers. Dan gaat de normale voorraad door de hoeven zakken. En dan krijgen we natuurlijk een tekort. De coronacrisis zorgt voor medicijntekorten. Maar vorig jaar waren er ook al tekorten van medicijnen. Zo vertelt apotheker Sonja Keizers. Zo, dit zijn de kratten van de groothandel. Elke dag krijgen we een stuk of 20 ervan binnen. Alles wat je bestelt zou in principe binnen moeten komen. Maar verschillende medicijnen hebben het afgelopen jaar behoorlijke problemen mee gehad. Bijvoorbeeld naproxen, een pijnstiller of metoclopramide voor de misselijkheid. Of ook middelen tegen Parkinson, oogdruppels, antibiotica. Ja, eigenlijk een heleboel geneesmiddelen die toch wel heel regelmatig gebruikt worden. Ooit gedacht dat er tekorten zouden ontstaan? Nee, dit is iets van de afgelopen jaren. En het is eigenlijk van de zotte dat we het zelfs een beetje gewoon zijn gaan vinden nu, als er een medicijn niet is. Dit zijn de medicijntekorten van de laatste 10 jaar. Vooral vorig jaar, 2019, een grote stijging. 1500 verschillende medicijnen waren langere tijd niet leverbaar. Dat wil zeggen dus bijna 1 op de 10 geneesmiddelen die hier liggen, is er iets mee geweest. Vorig jaar? Ja. En hoe zit dat nu door de coronacrisis? Voordat de coronacrisis uitbrak, hadden we een 5% van de regels die wij hier besteld kregen dat we niet konden leveren. En nu zitten we op 12-13%. Dus het is eigenlijk al bijna verdrievoudigd. Een enorme stijging door de verhoogde vraag naar geneesmiddelen. Maar er is nog een ander probleem dat tot een tekort kan leiden. De prijs. Wat kost nou zo'n doosje medicijnen bijvoorbeeld? Ja, dit is middel simvastatine, dat is een cholesterolverlager. Dat zijn dubbeltjes waar het om gaat. Dubbeltjes? Ja, dit zijn hele goedkope medicijnen. De prijzen zijn zo laag, dat kost minder dan een zakje snoep. Maar, dus dit zijn essentiële medicijnen? Ja. Waarbij we de prijzen zo laag hebben uitonderhandeld, dat we nu een probleem hebben met de beschikbaarheid. Deze is er gelukkig nog. Alleen de nieuwste medicijnen waar nog een patent op zit, zijn erg duur. Van de meeste medicijnen in de apotheek is het patent verlopen. En deze worden nu vooral in China en India geproduceerd, waar de productiekosten erg laag zijn. En daarom zijn onze medicijnen spotgoedkoop. Zeker op die goedkope geneesmiddelen willen wij voor een dubbeltje op de eerste rang zetten. Inkopen van grondstoffen en producten uit China en India is niks mis mee. Alleen als wij onze hele inkoop daarvan afhankelijk is, dan zijn we zeer kwetsbaar. Kwetsbaar, dat zijn de patiënten die in het ziekenhuis liggen. We gaan naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.
Hier hebben ze zelf een medicijnvoorraad om kortstondige tekorten op te vangen. Zelf in huis hebben we wel gekozen om voorraden te hebben. Dus in die zin staan we als ziekenhuizen wel goed voor. Maar als ik zeg maar afgelopen week kijk, ten tijde van de coronacrisis, zie ik wel middelen verschijnen met tekorten. Ik denk van dat is wel zorgwekkend in het kader van intensive care zorg die we vooral nu zeker nodig hebben. En over wat voor soort middelen hebben we dan over? Dat zijn middelen die je nodig hebt voor die coronapatiënten of überhaupt in het algemeen voor goede IC-zorg. Dus onder andere om die patiënten goed te kunnen beademen. Denk aan sedativa en aan spierverslappers. Het ziekenhuis heeft voor een paar weken nog voldoende medicijnen. Dat is anders voor de beschermingsmiddelen. Beschermingsmiddelen zoals mond-neusmaskers die belangrijk zijn om onze zorgmedewerkers te beschermen. Daar zijn we ook grotendeels afhankelijk van onder andere China. Afhankelijk van China. Zowel dus bij de beschermingsmiddelen als bij de medicijnen. Wat is er gebeurd? Om dit verhaal te begrijpen moeten we terug in de tijd. 20 jaar geleden kwamen onze medicijnen vooral uit Europa. Nederland was met gistprocades een wereldspeler. Waarom is dat veranderd? Voor een antwoord gingen we vorig jaar naar Chris Oldenhoff. Hij heeft ruim 30 jaar in de wereld van medicijnen gewerkt. Hij is nu gepensioneerd en woont op Tenerife. Hallo Jos, eindelijk. Goedemiddag. Ja. Chris Oldenhoff werkte bij Nederlands Trots, koninklijke gistprocades. Groot geworden door de ontdekking van het belangrijkste antibioticum, penicilline. Het nieuwe wondermiddel, penicilline, ja, dat is mede door gistprocades als eerste ontwikkeld. Ja. Grappig genoeg, tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het geheim, want de Duitsers mochten dat niet weten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen vele levens gered worden met dit nieuwe antibioticum. Na de oorlog raakt de penicillineproductie in een stroomversnelling. In 1948 voorziet Nederland al geheel in eigen behoefte en een jaar later begint de export. En was gistprocades daar een van de grootste dan in de wereld? Op uiteindelijk was het het allergrootste, ja. Het allergrootste in de allergrootste, wereld? Ja. Omdat gistprocades de grootste was in de wereld, wordt Chris Oldenhoff voorzitter van de Europese producenten van grondstoffen voor medicijnen. Ik sprak heel veel collega's van andere bedrijven. En je deelt je ervaringen en je deelt je kennis, tot op zekere hoogte. Ja, en daar kwam een gezamenlijk plaatje uit naar voren van de productie is enorm aan het verschuiven naar China. De producenten vrezen dat Europa afhankelijk wordt van China als die de markt overneemt. Wat China de afgelopen 25 jaar heeft gedaan, is voortdurend grondstoffen tegen zeer lage prijzen aangeboden, dusdanig laag dat de bedrijven in het Westen en elders daar niet meer tegen konden concurreren. En ja, dat is 25 jaar lang zo doorgegaan en heeft geresulteerd in het feit dat China nu gewoon, kun je zeggen, de baas is in de grondstoffenmarkt. Voordat we uitleggen hoe China de markt overgenomen heeft, is het belangrijk om te begrijpen hoe een medicijn in elkaar zit. Een pil bestaat uit een kleine hoeveelheid werkzame stof, het zogenaamde actieve gedeelte. De rest van de pil bestaat uit hulpstoffen, zoals opvulmiddel en lijm, om het geheel samen te binden. We zijn in Ter Apel, bij een van de laatste bedrijven in Nederland dat nog grondstoffen voor medicijnen maakt. Ons bedrijf is opgericht mid jaren 70 door mijn vader. Hij was een organisch chemicus en is toen begonnen met een chemisch laboratorium, waarbij hij al vrij snel ook actieve grondstoffen voor medicijnen produceerde. Hij is begonnen in zijn garage. En na een jaar in een oude melkfabriek in het dorp Gieten. En toen was ik nog een kleine jongen. Ja, ja, dat klopt. U bent eigenlijk tussen de grondstof opgegroeid dan? Ja, min of meer. Ja, ja. Dus wij gaan nu kijken naar het productieproces van een grondstof van een medicijn. En daar moeten we ook dit soort pakken aan? Ja, en ook onder andere zo'n baardkapje. Hier wordt een product gebruikt wat onder andere gebruikt wordt voor botkanker. Dus hier wordt eigenlijk de werkzame stof van een medicijn gemaakt? Ja, dat klopt. Dus dit is een van de stappen in een proces waarin je verschillende ingrediënten bij elkaar voegt. Ja. Wat resulteert in het werkzame gedeelte in bijvoorbeeld een tablet of in een injectie. Hoeveel ligt daar nu ongeveer? Een kilo? Of? Ja, dat zal ongeveer 1,5 kilo liggen. 1,5 kilo, maar ja. Voor hoeveel mensen is dat dan? Wat hier nu ligt, die 1,5 kilo? Een beetje afhankelijk welke dosering, maar dat zal ergens tussen de 50.000 en 100.000 patiënten zijn.
Maar als je in China in de fabrieken bent, is het dan veel groter? Ja, dat is veel groter. Dit is onze kleinste schaal en wij hebben dit ook al een factor 10 tot 100 groter. Maar als je daar komt, heb je het over zulke apparatuur dat gewoon een 5-verdiepingen gebouw zo groot als het staat. Dan is dit ding 5 verdiepingen groot? Ja, alleen zo'n ding. Grootschalige productie in China zorgt ervoor dat bedrijven in Nederland in de problemen komen. Die konden niet concurreren qua prijs. Want China was een stuk goedkoper? China, ja, inderdaad was een stuk goedkoper. Waardoor komt dat? Destijds was er veel minder regelgeving op het gebied van arbo, gebied van milieu, veiligheid in China. Ja. En hoeveel goedkoper was dat dan? Nou ja, tientallen procenten. Ik denk dat de grootste factor waarom China goedkoper kan zijn te maken heeft met subsidies, exportsubsidies door de regering. Door de Chinese regering? Ja, dat maakt dus hun producten veel concurrerender. En daardoor kunnen ze de markt overnemen, is dat de bedoeling? Dat is de bedoeling, ja. Veel kleine bedrijfjes zoals de onze, die zijn inderdaad verdwenen. Zijn failliet? Ja, die zijn gewoon failliet gegaan. De laatste 25 jaar zijn veel medicijnfabrieken uit Nederland verdwenen. Gist, Brocades en Organon zijn de bekendste. En ook in de rest van Europa verliezen bedrijven de concurrentieslag met China. Nou, dit is de opslagloods waar al onze grondstoffen en medicijnen staan. En dit komt vooral uit China allemaal? Ja, ja, voornamelijk China. Ook het bedrijf van Wijten Oldenziel kan niet concurreren met China. Hij maakt nu nog een kleine hoeveelheid grondstoffen zelf. Het meeste geld verdient hij met de handel van grondstoffen. En sinds de coronacrisis, heeft u nog wat binnengekregen vanuit China? Jawel, een paar weken wat minder, maar nu eigenlijk wel weer. En was er even een probleem met iets? Nou, bijvoorbeeld deze spullen waren een aantal weken niet leverbaar. Dat is een antibioticum dat gebruikt wordt onder andere bij luchtweginfecties. En wat je nu nodig hebt als je corona hebt? Ja, als je complicerende factoren hebt bij corona, dan krijg je dat erbij. Het land zat natuurlijk had heel veel problemen en heeft dan ook zijn eigen medicamenten nodig. Ja. Dat zie je dus eigenlijk ook in Amerika gebeuren. Dat zie je nu, dat is de discussie op dit moment met die beademingsapparatuur, zie je in Amerika ook gebeuren. Ik denk dat je dat in elk land, in ieder geval elke grote economie ter wereld, zie je dat dan op dat moment wel gebeuren. Dat in tijden van crisis men toch wel heel bezorgd is om de eigen bevolking. Veel van onze pillen worden in India geproduceerd. Maar waar haalt India de grondstoffen voor deze pillen? Uit onderzoek blijkt dat India voor 90% afhankelijk van China is voor de grondstoffen van de meest belangrijke medicijnen. In India draaien ze vooral onze pillen in elkaar. Maar sinds eind maart zit India op slot. 3 weken geen export en import van medicijnen. Ja, zoals het er nu uitziet houden ze 3 weken de grenzen dicht. Nou is het geluk met medicijnen wel dat er wel voorraden zijn. Her en der. Dus je moet per individueel geneesmiddel gaan bekijken of dat echt een probleem gaat worden of niet. We zien nu op een aantal producten tekort ontstaan door de coronacrisis. Omdat er een verhoogde vraag is naar die artikelen. Zoals antibiotica, pijnstillers, middelen die gebruikt worden bij palliatieve sedatie. Ja? En daar krijgen we nu dus last van. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de Nederlandse patiënt? We vragen het aan het ministerie van Volksgezondheid. Niemand overziet op dit moment de gevolgen van de plots ingestelde lockdown voor tenminste 3 weken. De minister hoopt hier op korte termijn meer duidelijkheid over te krijgen. Wij hebben aangegeven aan de overheid dat dat op binnenkort heel ernstig zou worden. Zeker als China en India langer op slot blijven zitten. Maar als dat met China en met India nu zo doorzet, dan kunnen we op termijn echt grote problemen krijgen. Ja, dat kan. Kijk, 80% van de wereldproductie vindt plaats in die beide landen. Dus als beide landen niet meer leveren of een tijd niet meer leveren, dan ondervinden we daar op de hele aardbol een probleem van. De hele aardbol? Nou ja, daar zit de wereldproductie. Nou, dit simpele plaatje laat zien wat er in een kleine 30 jaar is gebeurd. Rond 1980 werd 80% van de werkzame stoffen in Europa zelf gemaakt. 2008 nog maar 20% in Europa en 70-80% uit China en India. Wij ontdekten dat de overheid eigenlijk
zich niet bewust was van die verschuiving. Mensen bij de overheid zitten toch vrij ver van de handel af. En ja, wij waren zo ongeveer de eerste boodschappers die naar de overheid is toegestapt. En hebben gezegd, de meeste grondstoffen komen uit China en jullie moeten wat doen, want het gaat helemaal niet goed. Maar er is niets gebeurd. China heeft de markt van medicijngrondstoffen bijna volledig overgenomen. Nou, neem paracetamol als voorbeeld van een medicijn. En als we dat proberen te tekenen, dan is het eigenlijk een soort piramide. Waarin je onderin de piramide heb je allerlei medicijnfabrikanten. Dat zijn de pillendraaiers? De pillendraaiers, overal ter wereld, verschillende landen, klein, groot, noem maar op. Dan heb je een aantal actieve grondstofproducenten, dus de pure paracetamol. Daar zijn er ongeveer nog een stuk of vijf van. Dat is eigenlijk de werkzame stof? Dat is de werkzame stof. Ja. En die paracetamol die wordt gemaakt onder andere uit een kerngrondstof. En daar zijn er op dit moment nog maar twee van ter wereld. Als hier bovenin iets gebeurt, ja, dan werkt dat automatisch in de keten door. En heeft eigenlijk het hele productieproces een probleem. Dus als één fabriek, en waar zitten die vooral? Die zitten met name in China. Dus als één van die fabrieken in China een probleem heeft, dan hebben wij geen paracetamol meer op de wereldmarkt. Nou ja, dan is er een ernstig tekort, inderdaad. Dit geldt niet alleen voor paracetamol, maar voor 80-90% van onze medicijnen. Dat heeft ertoe geleid dat China in feite nu de baas is in de markt van grondstoffen wereldwijd. En wij op die manier een speelbal zijn geworden van de grillen van China. Is China wereldwijd de baas? Is Amerika ook afhankelijk van China? We skypen met expert Rosemary Gibson. The United States depends on China for thousands and thousands of core of our medicines because they make the core chemicals. As I predicted in China Rx, if they shut the door on exports, our pharmacy shelves would be bare within months. And we're beginning to see that happen right now. Gibson heeft in 2018 China Rx geschreven over Amerika's afhankelijkheid van China. Ze is hier half maart door de Amerikaanse Senaat als deskundige over gehoord. The medicines I'm talking about today are generic drugs. And generics are 90% of the medicines that we take. Members of Congress take them, occupants of the White House. Focus is generic drugs. De Senaat wil weten welke impact het coronavirus heeft op de bevoorradingsketen van medicijnen. Well, if people are hospitalized with coronavirus and they're seriously ill, they might be on a ventilator and they would need sedatives. Some patients might get infections, so they'll need antibiotics. And then they'll need medicines that raise their blood pressure, like epinephrine and dopamine. And so I was at a meeting recently with a group of people that actually manufacture generic drugs. And I went around the room and I asked them, what percentage of the core chemicals to make these critical medicines are sourced in China? And the unanimous view is 90%. 90%? 90%. So the world is competing for the same source of product. China is in 20 jaar de grootste exporteconomie van de wereld geworden. De westerse afhankelijkheid wordt in 2017 voor het eerst pijnlijk voelbaar als vele fabrieken in China vanwege milieumaatregelen worden stilgelegd. Het Chinese milieu is ernstig verontreinigd. Sinds enkele jaren wil de Chinese president Xi Jinping daar wat aan doen. Die vooruitgang is geboekt omdat de Chinese regering rigoureus heeft ingegrepen. In 2017 werden 1500 fabrieken tijdelijk gesloten, waarvan een kwart met medicijnen te maken had. En dat had direct gevolgen. Wij hebben ook last gehad van die milieumaatregelen. Dat zie je eigenlijk de laatste 5 jaar, dat bedrijven worden gesloten. In China? In China. En dat de levensbeschikbaarheid dan een probleem gaat worden, omdat er eenvoudigweg bedrijven verdwijnen die dat voorheen ook produceren. En er blijven maar een paar producenten over. En wat voor producten hebben we dan over? Tal van producten. Nou, bijvoorbeeld deze. Een product wat gebruikt wordt voor urineweginfecties. Een antibioticum? Antibioticum, ja, ja. En wat heeft dat toch gevolg dan voor u? Nou, dan is er even een tijdelijk dat je er niet aan kan komen. En dan zie je prijzen die stijgen of dat soort zaken.
Was dit een van de eerste keren dus dat u merkte dat u zo afhankelijk bent van China? Dat denk ik wel. Ik denk dat toen echt het collectieve besef kwam dat we erg afhankelijk waren van de levensbeschikbaarheid van producten uit China. Zoals dus antibiotica? Zoals bijvoorbeeld dit antibioticum, ja. Het is een wereldprobleem. Daar wordt ook de Wereldgezondheidsorganisatie mee geconfronteerd als China plotseling een fabriek sluit waar ze medicijnen maken tegen tuberculose. Onlangs zijn daar grote problemen mee geweest, omdat een van de eerste lijns middelen, daar zit rifampicine in. Dat is een antibioticum speciaal gebruikt voor TB. Tuberculose is een dodelijke infectieziekte met wereldwijd ruim 4000 sterfgevallen per dag. Rifampicine wordt geproduceerd in China. Er is één fabriek die dat maakt. Eén fabriek? Eén fabriek. Die werd tijdelijk in China gesloten door de Chinese regering vanwege de luchtkwaliteit. Toen is er vanuit de internationale gemeenschap is er gesproken met de Chinese autoriteit en gezegd van nou, die geneesmiddelfabriek die moet wel open blijven voor die productie van rifampicine, want anders hebben we geen geneesmiddel voor tuberculose meer. Dan gaat daar een tekort ontstaan. Op aandringen van de WHO is de fabriek door de Chinezen toen weer geopend. Die productie is toen weer opgestart, maar het blijft een kwetsbaar geheel als je van één fabriek afhankelijk bent. Problemen in de toevoer kunnen ontstaan als fabrieken gesloten worden vanwege milieumaatregelen of vanwege het coronavirus. Maar China kan haar medicijnmonopolie ook misbruiken om geopolitiek haar wil door te drukken. Volgens expert Gibson is Amerika al bedreigd met het stopzetten van de export van medicijnen. Several weeks ago in the Chinese state media, the Chinese government posed a threat that we can withhold medicines. China is geïrriteerd door de diverse Twitterberichten van president Trump, waarin hij het coronavirus keer op keer het Chinese virus noemt. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? A lot of people say it's China. Racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Vervolgens, op 4 maart 2020, publiceert de Chinese staatscourant: als China op dit moment wraak neemt op de Verenigde Staten, bijvoorbeeld door een reisverbod naar de VS aan te kondigen, of de strategische controle op de medische producten in te voeren en daarvan de export naar de VS te verbieden, dan vallen de Verenigde Staten in een oceaan van het coronavirus. Americans will die in the ocean of coronavirus. That's a threat, an outright threat to the American people. President Trump heeft inmiddels toegezegd dat hij niet meer zal spreken over het Chinese virus. China is willing to use its control over the supply of medicines as a lever for any political or economic goal that it wants to achieve. Every country is at risk. Let's be clear, if you control the medicines in the world, you control the world. We zijn dus afhankelijk van de grillen van China. Een jaar geleden gingen we naar Den Haag en vroegen we aan toenmalig minister Bruins of hij bang was dat China de grenzen dicht zou gooien. Nee, ik ben daar niet zo bang voor. China is dol op handel drijven en ik denk dat dat ook in de komende jaren zo zal zijn. Tegelijkertijd, het is een voorspelbare partner, vindt u? Het is een voorspelbare partner. Ze willen dolgraag leveren op heel veel fronten. We vroegen hem toen ook of hij zich bewust was van de medicijnmacht van China. Ik weet dat steeds meer geneesmiddelen zijn gebaseerd op grondstoffen die uit China komen. Overigens niet alleen uit China, ook uit India. Ja, dat betekent dat je afhankelijk wordt van leveranciers ver weg. En als er meerdere fabrieken zijn in meerdere landen, dan zie ik daar nog niet zo gauw een probleem in. Maar als je afhankelijk wordt van een enkele fabriek, dan is dat ongelooflijk vervelend. Afhankelijkheid. Dat wil je niet in een crisissituatie zoals nu. Toch kan deze coronacrisis niet helemaal als een verrassing komen. Het virus begon in China op een markt waar veel mensen en dieren bij elkaar leven. China is een hotspot en er zijn meer van dit soort plekken in de wereld waar veel mensen en dieren bij elkaar wonen. Ook Nederland is zo'n hotspot. Deskundigen waarschuwen al jaren dat we voorbereid moeten zijn. Zembla, 1999, dodelijke infecties. Niet vergeten dat die infectieziektebestrijding steeds internationaler aan het worden is, steeds ingewikkelder en moeilijker wordt.
Er komen steeds meer beestjes in Nederland in. En die houden zich niet aan die grenzen? Die houden zich absoluut niet aan regiogrenzen of welke grenzen ook. Als we ons realiseren wat ons te gebeuren staat in de komende decennia een keer met een gigantische uitbraak van een influenzavirusinfectie, duizenden mensen zullen daar zeker aan komen te overlijden. Dus dan zeg je aan de ene kant, je bent een doemprofeet. Je zegt, al die catastrofes komen eraan. Ik zeg, nee, wat je moet doen is zorgen dat als die catastrofes dreigen te komen, dat je daar goed voor geëquipeerd bent. In Zembla 2003. Over het overlijden van een dierenarts aan de vogelgriep. En het bleek dat het in China toevallig mensen heel dicht leefden op varkens en nog leven. En die weer heel dicht met vogels in contact komen. Nou, dat is een omstandigheid of een situatie die we in Nederland in zekere zin ook kennen. Ik geloof niet dat er een ander land in Europa is waar zoveel kippen, varkens en mensen zo dicht bij elkaar in de buurt komen. Als er een nieuw griepvirus ontstaat, dan is er geen enkele immuniteit in de bevolking. En dan heeft zo'n virus volledig vrij spel. En we weten van eerdere zogenaamde pandemieën, wereldwijde epidemieën, met zo'n totaal nieuw griepvirus, dat het desastreuze gevolgen kan hebben. Daarom pleit ik alsmaar dat we nog dit jaar een structuur neerzetten, zodat we op onverwachte, epidemieën voorbereid zijn. Want een keer raakt het ook ons. Zembla 2006. Over de dodelijke griep. Wat wij allemaal weten is dat er zeker een nieuw griepvirus zal komen en een pandemie van een nieuw griepvirus. Wanneer, weten we niet. Als zoveel mensen ziek worden en massaal naar de dokter gaan, kunnen huisartsen dat nog wel aan? Dat kunnen wij niet aan. Dat kunnen wij niet aan. Ten eerste hebben we de mankracht niet. Ten tweede, hoe dat moet met die testen, dat weten wij dus ook niet. Mijn moeder ligt thuis aan een griep en de hele buurt gaat onderaan plat en er moeten hier medicijnen zijn en die krijgen wij niet. Dit is een film over een oefening van de rampenbestrijding regio Utrecht. Ze oefenen wat er gebeurt als er een besmettelijke zogenaamde Chinese griep uitbreekt. Uiteindelijk bestormen mensen het ziekenhuis omdat ze medicijnen willen hebben. Het RIVM komt hierna in 2006 met een berekening. 40.000 doden in Nederland. We zijn dus gewaarschuwd voor de pandemie. Daarom vroegen we vorig jaar aan de minister of we dan wel voldoende medicijnen hebben. Als er ineens een pandemie uitbreekt waardoor we heel veel antibiotica nodig hebben, dan zeggen deskundigen tegen mij, ja, wie weet, gooi China dan wel de grenzen dicht. Hebben wij geen antibiotica? Ja, nou dat is een analyse die ik u horen zeggen. Die zou ik eigenlijk zelf wel willen maken samen met andere landen in Europa. Maar dan zegt u eigenlijk dat die analyse eigenlijk nog niet gemaakt is in Europa? Ik denk dat die op medicijnniveau nog niet is gemaakt. En ik denk Vindt u dat niet zorgelijk dat die analyse nog niet gemaakt is? Nou, er zijn zo ongelooflijk veel medicijnen, dus dat niet systematisch per medicijn voor de hele wereld is gemaakt. Nee, ik heb het gewoon over het algemeen. We weten dus nog niet welke grondstofleveranciers de essentiële medicijnen voor de Nederlandse markt, Europese markt, maken. We weten daar een hele hoop van. En zo'n analyse lijkt me heel nuttig om te maken. En daar zoek ik gelijkgestemde landen bij. Dus dat zijn ons omringende landen als België, Luxemburg, Ierland, Oostenrijk. Maar mag ik u concreet vragen wat u daaraan gaat doen? Dat agenderen op een agenda voor dit gezelschap. Wat heeft Bruins gedaan sinds we hem vorig jaar in februari hiernaar vroegen? Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens een Tweede Kamercommissievergadering, december 2019, komt Bruins erop terug. De minister. Ik vind het heel belangrijk dat we inzetten op minder afhankelijk, minder kwetsbaar worden van partijen ver weg die produceren. Nogmaals, ik heb het niet zozeer over het land India of het land China. Het gaat mij over de afhankelijkheid van een enkel producerend bedrijf. Maar het blijft bij praten, ook in Europa. Maart 2020, de coronacrisis is uitgebroken. De ministers van Volksgezondheid van de EU komen in Brussel bij elkaar. COVID-19 will inevitably have impact on the production and trade of medicines. The availability of pharmaceuticals is a topic that has been close to my heart for quite some time. And that is why we are already calling for the EU to be less dependent on third countries. Potential shortages of medicines or PPE could also pose a problem for all EU member states.
Ook dit overleg levert niets concreets op. Om op een eventuele pandemie voorbereid te zijn, maakt het RIVM draaiboeken. We vragen het RIVM, is er in al die scenario's ook gedacht aan medicijntekorten? Met medicijntekorten is geen rekening gehouden in de draaiboeken. Maar gelukkig heeft minister Bruins eind 2018 al besloten om een extra voorraad medicijnen aan te leggen. Zo vertelde hij toen in het consumentenprogramma Radar. Wat ik wil is dat medicijnen eigenlijk altijd beschikbaar zijn. En daarom wil ik dat er wordt afgesproken en zo nodig bij wet geregeld dat we een voorraad van medicijnen achter de hand hebben als er ergens een tekort is. Dus 3-4 maanden zekerheid hebben dat er medicijnen beschikbaar zijn bij een tekort of bij een productiefout. Ik zit al jarenlang in de commissie geneesmiddeltekorten en ik merkte dat daar wel veel gepraat werd, maar dat er weinig wol was. En toen heb ik 1 of 3 geleden heb ik een brief gestuurd naar de toenmalige minister met het idee om de voorraden te verhogen. De minister denkt dat het snel geregeld is. Ik zou graag willen dat het op basis van vrijwilligheid gewoon snel is te regelen. Ik denk dan aan enkele maanden. Maar 1/2 jaar later is het nog niet geregeld. Ook de Tweede Kamer vindt dat de extra voorraad er moet komen. Onder de voorwaarde dat het de patiënt niets kost. Lilianne Ploemen van de PvdA komt met een motie. Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat eventuele kosten voor extra voorraad op geen enkele wijze doorberekend worden aan patiënten. Minister Bruins stemt hiermee in. Ik zal er alles aan doen om de kosten voor de patiënten niet te verhogen als gevolg van het ophogen van voorraden. Dus die inspanning wil ik mij getroosten. En hij gaat weer onderhandelen met verzekeraars, apothekers en handelaren. Er werd over gebakkeleid wie dat moest gaan betalen. En over geld hadden we het? Eigenlijk maar over een paar euro per inwoner van Nederland. Op jaarbasis. Op jaarbasis? Ja. In totaal praten we over 50 miljoen euro kosten om een extra voorraad van 4 maanden aan te leggen. Is de extra voorraad die minister Bruins beloofde, is hij er? Nee, die is er niet. Die is er niet? Nee, is er niet. Er is jarenlang over gesproken, maar die voorraad is er nog steeds niet gekomen. Maar nu zal de consequentie zijn dat het misschien veel meer gaat kosten? Ja, ik denk factor 10 of factor 100. Dat het meer gaat kosten? Jazeker. Willen we die medicijnen hier krijgen die we dan nodig hebben, die extra voorraad? Nou, als wij nu op hele korte termijn die extra voorraad willen aanleggen, gaat dat gewoon niet lukken. Want door het coronavirus ligt een belangrijk deel van de wereld plat. In de Verenigde Staten hebben ze sinds 20 jaar wel een noodvoorraad medicijnen. The United States has a strategic national stockpile that contains masks and protective gear as well as critical drugs. It's not meant to supply the whole United States and all the hospitals. But it does help a little bit, does it? Oh, it certainly does help. No question about it. Nu we dus medicijnen het hardste nodig hebben, is de aangekondigde extra voorraad in Nederland er niet. Het ministerie laat in een reactie weten. Er wordt gekeken hoe zo'n voorraad gerealiseerd, wettelijk verankerd en gemonitord kan worden. We verwachten in de zomer de Kamer hierover te informeren. Maar de minister had met de vuist op de tafel kunnen slaan en zeggen van, nu eis ik dat jullie die 4 maanden voorraad aanleggen, want wie weet komt er een pandemie. Ja, dat had hij kunnen doen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen. Water, voedsel, vrede. En ik denk dat de zorg, waaronder geneesmiddelen, gewoon echt een cruciaal iets is om goede veiligheid voor je bevolking te verzorgen. En daar voldoen wij gewoon nu niet aan. Voor Nederland verwacht ik dat we dusdanig inventief en solidair zijn met elkaar, dat we het wel met elkaar gaan oplossen en naar slimme oplossingen echt met elkaar gaan zoeken. Daar heb ik wel bepaalde vertrouwen in, maar het is wel gewoon echt een reëel risico en gewoon niet goed. Kan het dan ook zijn dat er dus mensen uiteindelijk sterven doordat er geen medicijnen meer zijn? Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Dat is nogal ernstig wat u zegt. Dat is zeker ernstig en dat is jammer, want dat had voor een deel voorkomen kunnen worden. Hoe gaan we verder na deze coronacrisis? Kort na deze crisis moeten we met elkaar samen zitten om te voorkomen dat we een herhaling van zetten krijgen. Dus dat deze situatie zich niet weer gaat voordoen. Maar bent u niet bang dat er dan weer heel veel jaren gepraat gaat worden? Als ik de afgelopen 6 jaar in herinnering breng, dan is die vrees aanwezig. Maar vaak is het zo dat als mensen echt de pijn ervaren, dat kan een leermoment zijn. Dus laten we hopen dat het een leermoment is. The coronavirus is a wake-up call for the United States and countries around the world about how dependent we are on a single source.
for our critical medicines. We would never, as a world, allow our strategic oil reserves and 80% of our energy supply come from a single country. De noodzaak wordt nog groter als we naar de ambitieuze toekomstplannen van China kijken. China wil de komende jaren de industrie hervormen. Een van de speerpunten is de medicijnindustrie. China has stated that it wants to become the pharmacy to the world. It's part of its industrial policy. This is exactly where we're headed. So with our next pandemic, we're going to be in a worse situation in terms of dependence on China. En om dat te voorkomen, moet de productie terug naar Europa. We hebben 20 jaar lang een uitfasering gezien van de westerse landen naar lage lonenlanden. China vooral dus. En we kunnen dat niet van vandaag op morgen weer veranderen. Die infrastructuur is er ook niet meer. Maar we kunnen wel tot het besef komen dat het misschien niet altijd zo hard gemoeten. En dat we eigenlijk moeten proberen om daar toch weer een stukje zelfvoorzienendheid weer in terugzien te krijgen. Je moet dus maatregelen nemen en een infrastructuur creëren dat het aantrekkelijk is om in Europa te produceren en te blijven produceren. En we work with other countries in Europe and elsewhere to create a sort of a community of self-sufficiency with manufacturing and supply and distribution. Stel dat de productie hier in Europa weer gaat plaatsvinden, worden de medicijnen dan veel duurder? Als we de productie hier naar Europa terughalen, met name dan van de merkloze geneesmiddelen, dan zorgt dat wel voor een kostenverhoging, hè? Maar die is niet schrikbarend. Een gemiddelde verpakking in Europa of in Nederland kost op die merkloze geneesmiddelen 2 à 3 euro. En hebben we het over bloeduitvlagers? Ja, de pil. De pil, spullen tegen hoge bloeddruk of bij diabetes, de standaard tabletten. Dat kost een standaard verpakking van 30 stuks, kost dan 2 à 3 euro. En dat zou dan maximaal met een paar kwartjes duurder worden. Een maand bloedverdunners of de anticonceptiepil slikken kost ongeveer 2 euro. Mochten deze pillen weer in Europa geproduceerd worden, dan komt daar zo'n 50 tot 75 cent bovenop. En dan zou betekenen dat de beschikbaarheid veel beter gegarandeerd is? Die is een stuk beter gegarandeerd dan ja. Maar een nieuwe fabriek bouwen kost tijd. Vreemd genoeg sluit deze zomer Apotex, een van de laatste medicijnfabrieken in Nederland. Het is pas een jaar geleden gekocht door het Indiase bedrijf Aurobindo. Een van de grootste spelers op de wereldmarkt van patentloze medicijnen. Het is inderdaad een van de laatste fabrieken nog in Nederland. Dus vanuit de optiek van zelfvoorzienendheid is het een gemiste kans dat zo'n fabriek gesloten wordt. Dan hebben we nog een bedrijf in Leiden, zoals Apotex, die geneesmiddelen maakt. Die ook gewoon belangrijk zijn, antibiotica onder andere, maar ook anti-epileptica. En dan is de vraag van, Aurobindo is een Indiaas bedrijf. We hebben net gehoord dat India haar grens heeft gesloten voor producten voor ons. Dan denk ik van, is dat niet een vorm van contractbreuk? En moeten we eigenlijk die hele verkoop gewoon niet ongedaan maken en het hele Apotex nationaliseren? Dat is het gevoel wat bij mij nu opkruipt. De Apotex-fabriek nationaliseren? Vindt het ministerie dat ook? Het zou mooi zijn als de Apotex-fabriek open kan blijven. Maar dat is in de eerste plaats een private aangelegenheid. Nou, ik vind het een gebrek aan een bepaalde vorm van daadkracht. Als jij zegt, onze nationale veiligheid is geding, en dat is echt nu het geval, dat vind ik gewoon echt. In het kader van IC-zorg, antibiotica, geneesmiddelen en dan een bedrijf. En we hebben het al gezegd, van Bruins vorig jaar, we moeten de productie meer in eigen hand nemen. En dan een week later verkoop je een van je laatste bedrijven die dat nog kunnen. Met alle registraties en het hele juridische kader eromheen. Vind ik echt gewoon echt onverstandig.